Ja, 50 jaar, jong zoals wij zelf zeggen. Hè? Wij blijven bij de speeltuin. Jong is bij ons het keyword. Wij willen eigenlijk zijn voor de kinderen beschikbaar blijven, dat ze nu en ook in de toekomst heel mooi buiten kunnen spelen. Maar eigenlijk bij ons belangrijk is het digitale tijdperk waar heel veel kinderen veel binnen doorbrengen. Dat is ook gestimuleerd door om buiten te spelen. Dat is goed voor de gezondheid, maar ook voor iedereen, voor de ontwikkeling. En het is de kunst om die speeltuin up-to-date te houden, dat die nu leuk is, maar ook over 10 jaar, 20 jaar. We werken met ongeveer 50 vrijwilligers. Een vijftiental beheerders, 15 mensen die zich bezighouden met het schoonmaken van het zwembad en het monster nemen van het water. Een stuk of 6 mensen die bezig zijn met het onderhoud van het hele park en die dus 365 dagen in touw zijn, zeg maar, om het allemaal up-to-date te krijgen. Wij zijn hier de speeltuin begonnen omdat het was grond van de ploeg die we konden krijgen. Nee, en hoe lagen in de bucht, hoe hebben wij er gezocht als in de bucht. Nee, dat lukte mij. Ja. Ik zei de eerste voorzitter van de stichting. Hè? Want de speeltuin die was van de buurtvereniging. Nee, en dat was financieel niet aantrekkelijk om te blijven houden. Dan hebben we er een stichting van gemaakt. Maar daar was ik de eerste voorzitter van toen. Ik heb dat eigenlijk van Bergijk gekregen, van de straat. En dat was echt een verrassing voor mij. Ik wist helemaal nergens niks van. Maar dat was wel leuk. Ja. We zijn eerst met 2 man begonnen. En toen zijn er met 1 of 5 bijgekomen. Dus dat blijf ik nog steeds doen. En ik heb 10 jaar in bestuur gezeten. Heb je ook zelf een beetje die speeltoestellen gemaakt? Toestellen hebben we ook gemaakt. Ieder jaar afbreken en dan opschilderen. En dan voorjaar weer neerzetten. Jij wordt ook verrast met Eik van Bergijk? Heel verrast, want ik wist er niks van. Mijn kinderen waren hier. En ik vond dat zo gek. Die waren allemaal in het filmen. Ja. Wat komen die hier doen? Toen kwamen ze hier met bloemen binnen. En dan zeiden ze, voor wie zijn die? Voor de burgemeester. Ik zei, die hier niks gedaan. En wij hebben niet altijd gewerkt, we krijgen niks. Maar we wisten echt niks van. En mijn vrouw wist er ook niks van. Dus ik ben er echt blij mee. Echt. Ik beschik nog niet over zwembad, maar hier in de speeltuin hebben we zwembad. Ja, er stond van de buurtvereniging was hier een hele oude betonnen bak. En die hebben wij van de gemeente, was toen zwemmen in hun eigen geld, hebben ze geld voor opgehaald. Daar is een beetje opgevergaderd en er was nog een beetje en dat mochten wij hebben voor dit zwembad. Daar hebben wij door een leier uit Valkenswaard hebben wij hier die betonnen bak laten egaliseren. En daar hebben we die blauwe folie over laten doen. Hebben we de skinners opgezet en hebben wij het pomphok gemesterd, want er moest een nieuw pomphok in, anders konden we, was het niet goed, kregen we niet door de keuring. En dan hebben we er een chloordruppelaars op laten zetten en dat was toen in het begin. Toen hebben wij in het begin was het nog van de buurtvereniging en toen hebben wij er een stichting van gemaakt
dat het los is van de buurtvereniging. Wij zijn 4 dagen in de week open. Woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag. En dan 's middags van 1 tot 5. En in de schoolvakantie Zuid, in Zuid-Nederland, dan zijn we de hele week open. We hebben gisteravond vrijwilligersfeest gehad. Ja, we hebben 50 vrijwilligers, dus we hebben heel veel mensen die aan die speeltuin werken en zijn er zich voor inzetten. We hebben gisteravond een feestje gehad en vandaag hebben we een feest voor alle mensen buiten de vrijwilligers. Dus ook de sponsoren en de gemeente. De kinderen natuurlijk zijn van harte welkom. Dus iedereen moet er iets van maken. En ondanks het mindere weer is het toch gezellig.